www.deboodschap.today. World Challenge Day Suriname succesvol. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft in verband met World Challenge Day meer dan 4000 mensen in beweging gebracht. Het ministerie heeft op 29 mei 2019 twee hotspots opgezet waarbij scholieren minimaal 15 minuten onafgebroken mochten bewegen. De hotspots waren op het Willebrod-Akswijk Sportcomplex en op het terrein van het commissariaat Paramaribo Noordoost. World Challenge Day is een onderdeel van het internationaal beweegprogramma van de Association for International Sports for All, een niet-governementele en non-profit organisatie die pleit voor Sports for All op internationaal niveau. De World Challenge Day is een evenement waarbij gemeenschappen van verschillende landen in een vriendschappelijke competitie tegen elkaar wedijveren om zoveel mogelijk mensen te motiveren om minstens 15 minuten onafgebroken te bewegen op die dag. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.